Mevrouw Martin, wat gebeurt er nu? De scholen, ze hebben gehoor gegeven aan onze oproep. Als het is dat ze, ik denk niet dat het is dat ze bang zijn voor ons. Maar ze weten wel dat ze de scholen moeten sluiten en de leerkrachten de gelegenheid moeten geven om op te kunnen komen voor de rechten. En dat gebeurt er nu. We hoefden maar 3 tot 4 scholen aan te doen en iedereen, alle leerkrachten, hebben alle scholen in de buurt zijn gesloten. Oké, ik dacht dat sommige scholen dit wilden meedoen. Ja, sommige scholen, niet dat ze niet mee willen doen. Het is dat ze de leerkrachten tegengehouden worden of bedreigd worden. Maar net wat ik u zei, de kracht van de leerkracht is groot. En dat weten de bondsleiders die niet gedragen worden. En wat gebeurt er nu? Want ik zie jullie teruglopen. Ons doel is bereikt voor vandaag. De regering moet ons nu roepen. De regering weet dat ze ons moeten roepen om te praten, want we stoppen niet. Abo. Dus ik hoef u niet te vragen of u tevreden bent. Ik ben niet tevreden. Toch niet? Omdat onze ledenaantal bestaat uit meer dan 5000 mensen. We hebben groepen. Meer dan 5000 mensen. En we weten dat een groot deel misschien in het binnenland is, maar we weten dat het overgrote deel hier in de stad is. Leerkrachten, laat je niet tegenhouden. Op te komen voor je rechten. Laat je niet tegenhouden. Te vechten. Om te kunnen eten, om te kunnen. Want wat wij nu doen is overleven. We leven niet, we overleven. Dat was mevrouw Euphrasia Martin. Euphrasia Martin, een van de trekkers. Wanneer nadert tevreden? Helemaal. Helemaal, helemaal, helemaal. Zijn jullie klaar voor vandaag? Het regent? Ja, vandaag zijn we klaar. We gaan nog even afstemmen met elkaar wat het wordt. En dan trekken we ons terug. U bent tevreden met? Helemaal, helemaal. Waarom bent u zo tevreden? Omdat die groep vandaag groter is. Die groep was vandaag groter en we zien dat er elke dag een collega's bij komen. En dat doet ons goed. Dus je hebt eigenlijk dat afgesloten stuk daar in de stad niet nodig? Nee. We zijn creatief wat dat betreft, dus elke keer ze komen een andere plek op. Ja. We hopen dat dat de president nu echt wel zijn verantwoordelijkheid op zich neemt. En de knoop nu echt doorhakt, want zo kunnen we niet verder toch. Ja. Ja, zeg die
So meneer Rashley Racy van de Organic Movement, u bent ook aanwezig. Bent u toevallig in de buurt? Ik ben ook komen ondersteunen. Ik denk dat de tijd waarin we zitten nu is zo doorslaggevend. De mensen komen niet uit. Je geld die je krijgt in van de maat is eigenlijk om te denken. We praten niet eens over vaste lasten. We praten niet eens over schulden. We praten niet eens over basis, levensonderhoud. Het is gewoon niet meer te doen. Snap je? Het is niet dat de leerkrachten geen les willen geven. Dat is het niet. Het is gewoon niet te doen. Die situatie is niet alleen hard voor die leerkrachten, toch? Het is niet alleen hard voor de leerkrachten, inderdaad. Maar we kunnen niet zo doorgaan. Als de andere groeperingen zoiets hebben van ja, ze nemen het. Nou ja, so be it. Maar ik bedoel, we praten nu over de toekomst van morgen. Die begeleid moet worden, die gevoed moet worden. En daar heb je ondervoede leerkrachten. Ah nee, Rokoto, het werkt niet. Eigenlijk een groep moest morgen beginnen. Laat me één ding duidelijk zeggen. Ik sowieso sta voor eigenlijk het feit dat er maar één vakbond is bij de leerkrachten. Het probleem is dat je hebt KOB, SOB, allerlei bonden. Waardoor het dus eigenlijk moeilijk wordt. Snap je? En er geen eenheid is. Ja. Ik bedank u van harte voor vandaag. Vandaag hebt u laten zien dat het gewoon de waarheid is dat wat we iedere dag vertellen. Maar de strijd is nog niet gestreden. Morgen komen we bij elkaar voor een algemene ledenvergadering. En dat wordt gehouden bij het ABO-gebouw. Het is het terrein op de hoek van de Kernkampweg en de Johannes Moengrasstraat. Komt u allemaal daar om 9 uur en dan zullen we een vergadering hebben. En u zal daar horen wat ons volgend actieplan zal zijn. Duidelijk? Mooi zo. Strijden voor strijd! Hinoza vrede! Strijden voor strijd! Hinoza vrede! Morgen 9 uur mensen, ABO. Wat zegt u? Ik versta. Vandaag was een hele geslaagde dag. U heeft het zelf gezien. Leerkrachten, het is meer dan duidelijk. Het is overduidelijk nu dat het niet gaat. Regering, speel in, geef gehoor, voer uit. Dat is wat ik te zeggen heb. Als u nog voor ons nog even wil herhalen het wensenpakket. Het wensenpakket, is, het zijn die oliekarta's waarbij we 2 keer per maand vol kunnen tanken. 5000 SRD of waardebonnen ter waarde van 5000 SRD
en een betere ziektekosten, een verzekering voor de leerkrachten. Juist, en hun gezinsleden, ja. Dus goed, dat zijn dus punten die het syndicaat en de Sastree daarvoor gaan. Maar morgen gaat het om ook. Ja, is dat wordt een onderdeel van het totaal pakket van de call. En dat begint met prijsbeheersing. Dat gaat om medische voorziening inderdaad ook. Dat gaat ook over nationale prijzen. Een brood moet hier kosten 3 gulden, bij wijze van spreken. En dan moet hij ook opkomen, ze moeten 3 gulden kosten. Kortom, het gaat om pensioenzaken. Zodat wanneer je al 10 jaar bij pensioenfonds bent, dat je, en je gaat bouwen, dat je van daaruit ook lening kunt trekken. En over al dat soort zaken gaat het nog. En die tevreden met? Opheffing van het viso en een nieuwe eigen bezoldigingssysteem. Dus leerkrachten uit Viso. Wat zegt u? Leerkrachten uit de Viso. Iedereen, leerkrachten zijn al zo'n beetje uit Viso, maar het gaat over, morgen gaat het om een totale landscenario. En als u mij, u heeft me eerder gevraagd van, maar hoe is het, de regering is bezig te onderhandelen met andere mensen. Dan zeggen we, regering mag onderhandelen met wie ze wil, maar wij accepteren alleen wat met ons overeengekomen is. Vrede met vandaag? Je moet de pers niet alles zeggen. Ja? Laat ze soms zelf concluderen. Dus we weten niet of meneer Blanke tevreden is met de opkomst van vandaag. Oké, we gaan de livestream zo meteen afsluiten. Tira sua mão.